VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin wil dat de regering zo snel als mogelijk verbetering brengt in de diverse korpsen van ons land. Tijdens de algemene politieke beschouwingen gisteren in de Nationale Assemblée wees Gayadin erop dat elke dag dat dit wordt nagelaten, de gemeenschap tekort wordt gedaan. De regering heeft de verantwoordelijkheid de nodige verandering zo optimaal en goed mogelijk te brengen in onder andere het douane- en politiekorps. We hebben gezien, en ik heb veel nadruk gelegd bij in de eerste ronde op het douaneapparaat, dat daar het niet goed loopt en zelf er grote indicaties zijn van onregelmatigheden, maar het kan ook, men zou ook kunnen natrekken met de inkomsten die binnenkomen, dat niet alleen terugloopt omdat er minder containers binnenkomen, maar vanwege andere praktijken. Politiekorps idem dito, daar kijken we uit dat wij niet onder druk van een bondsbestuur mensen voor opleidingen gaan toelaten die niet voldoen aan de eisen. Het is misschien de eerste twee lichtingen vanwege allerlei redenen plaatsgevonden. We hebben het resultaat gezien dat al gauw een aantal personen betrokken waren aan illegale activiteiten. En laten we ervoor waken dat dat niet meer gebeurt. Gayadin zegt dat de VHP-fractie achter de regering staat om erop toe te zien dat elke lichting of persoon die wordt aangetrokken voor het douane- of politiekorps voldoet aan de gestelde eisen.